Zo, lieve mensen, Fawaka, daar ben ik weer. Ik moet even zo regelen. Oké, vandaag ga ik even verder met dat van de regel. En kijk maar even wat je eruit haalt. Dit zijn zaken die ik ook breder ga bespreken. Want ik vind het wel belangrijk dat we ons bewust zijn van de regels. Ik kan het natuurlijk verkeerd hebben, maar check even wat je ervan vindt, als je eens bent of niet. Oké, wanneer we een regel willen maken voor de maatschappij, dan gaan we het altijd doen vanuit een goede intentie. We gaan een regel maken omdat we willen dat er vooruitgang komt en omdat het goed moet gaan. En dat wil zeggen dat wanneer iets goed moet gaan, het op een principe gebaseerd moet zijn. Ja toch? We moeten principes hebben, want principes zijn in principe goed. In principe. Meneer Jamasan Khan, good morning. Oké, en nu om ervoor te zorgen dat we zeker ervan zijn dat dat principe goed is, dan moeten we weten wat de betekenis is van zo'n principe. Principe op zich betekent, als je online gaat en je checkt een van die woordenboeken, dan ga je zien dat men zegt dat een principe datgene is wat werkt. En wanneer iets werkt naar eigen aard, wil dat zeggen dat het werkt naar zijn of haar eigen waarheid. Als het niet werkt naar zijn of haar eigen waarheid, dan werkt het dus niet. Het werkt op een andere manier, het heeft een ander effect, maar het werkt niet naar zijn of haar eigen waarheid. Dus daarom is het belangrijk om te weten wat deze zaken inhouden. Dus dat wil zeggen dat het heel belangrijk is om de interpretatie van onze principes daadwerkelijk door te hebben. Klopt de interpretatie? Bijvoorbeeld, wanneer we praten over gelijkwaardigheid in de samenleving, en we zeggen alle mensen zijn gelijk, maar we zeggen tegelijk van er zijn hoogwaardigheidsbekleders, er zijn onderdanen, en wij moeten regels maken zodat het goed gaat in die samenleving, rekening houdende met de hoogwaardigheidsbekleders en de onderdanen, dus hoog en laag, dan is het niet meer dan logisch dat er regels zullen ontstaan die niet gelijk zullen zijn. Want je gaat regels hebben voor die hoogwaardigheidsbekleders om ze een positie van hoogwaardigheid te geven en ook dat ze het behouden. En je gaat regels uitvaardigen voor onderdanen om ze lager te houden en op ze dus om die positie van onderdaan te houden. Dus wanneer je dan een regel bepaalt, vastlegt, dan gaat het dan die richting opwerken. Waarbij je dan constant een gescheiden toestand hebt tussen hoogwaardigheidsbekleder en onderdaan. Wat is het gevolg dan? Wanneer de regelgever, die dan tevens hoogwaardigheidsbekleder is, constant zegt van zo'n regel is goed, want ik ben een hoogwaardigheidsbekleder en jij niet, dan wil dat dus eigenlijk zeggen dat die regel onmogelijk goed voor jou kan werken. Dan is er een spanningsveld. Er is een staat van conflict en het gaat altijd zo verder gaan. Want het moment dat die onderdaan moe is en die er tegenop wil komen, dan gaat die moeten vechten. Dan praten we ook over macht. We praten niet, we willen aan de organisatie komen om te organiseren. We willen aan de macht komen om te regeren. Zo praten we als mensen. Zo praten we. Dus het is heel belangrijk om dat onderscheid te weten. Oké. Wanneer de interpretatie van zo'n principe zoals gelijkwaardigheid, dus dat op die manier wordt geïnterpreteerd, dan wil dat dus zeggen dat het niet gaat werken, want het werkt niet naar waarheid. Omdat gelijkwaardigheid niet inhoudt, alle mensen zijn gelijk, behalve hoogwaardigheidsbekleders en onderdanen. Want mensen zijn mensen, alle mensen zijn gelijk. Dus wanneer je die betekenis in mind houdt, die interpretatie van een principe, dan gaat het werken. En als je dan een regel maakt dat gericht is op een richting dat ervoor zorgt dat er geen onderdanen zijn, maar iedereen is gelijk, dan creëer je geen spanningsveld meer. Oké, en dat wil dus zeggen, als jij dan een interpretatie geeft aan een bepaald principe over gelijkwaardigheid, van gelijkwaardigheid, dan wil dat dus zeggen, en jij jezelf als hoogwaardigheidsbekleder bestempelt, je bent hoger dan de rest, dan wil dat dus zeggen dat jouw intentie al gericht is op het overheersen van mensen, niet op het
organiseren van het geheel op basis van gelijkwaardigheid. En daarom zeg ik steeds, regels en de mens zijn onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Regels komen uit het denken en voelen. Want als ik over mensen wil heersen en ik zeg dat is goed, dan ga ik het op die manier vastleggen. Zodat het ervoor zorgt dat ik die hoogwaardigheidsbekleder blijf. En dat die onderdaan blijft en zwakker wordt. Dat is heel kort en krachtig wat ik vandaag wilde meegeven. Over hoe we kunnen meten wanneer een regel rechtvaardig is. Hetzelfde geldt voor vrijheid. Als het principe zegt vrijheid, je bent vrij om te doen wat je wil. Maar tot wat de wet zegt, dan ben je dus vrij om te doen tot wat de ander zegt. Wij zeggen, je bent vrij om te doen wat je wil, wanneer je wil, met wie je wil, zolang je geen geweld verricht. Dat is het enige, maar dat is logisch. Je mag geen geweld aan niemand verrichten. Zolang je dat binnen doet, ben je vrij, dat is niks aan haar. Maar dan moeten we nu weten wat geweld is. Maar op het moment dat een wetgever zegt, je mag alles doen wat je wil, tot die begrenzing wat ik voor je heb vastgelegd, zonder dat hij weet wat jouw vrijheid inhoudt, dan is hij al gewelddadig bezig, want hij misbruikt zijn vrijheid om jouw vrijheid te beperken. Daarom, lieve mensen, interpretatie van zaken, van principe. Hoe kijken we aan tegenwoordig? Weten wat ze betekenen? Kennen we de effecten ervan wanneer we het willen gaan manifesteren in die samenleving? Wanneer we het willen gaan vastleggen in die samenleving? Want er ontstaat een bepaalde beweging in die samenleving. En wij kunnen die richting bepalen, maar we moeten eerst bewust zijn van wat die zaken inhouden. Maar boom. Ik denk dat dat het is. Dus wat ik eigenlijk ook wil zeggen is, je kan aan een regel zien wat de intentie is van de regelgever. Als je deze zaken kan analyseren op zo'n manier. Wanneer je ziet dat die regel is gericht op een bepaalde stilstand of achteruitgang van een bepaalde groep en tegelijk vooruitgang van een andere groep, dan weet je al wat de intentie is van die regel. En dan kan die regel nooit goed zijn. En daarom kan een wet technisch en universeel helemaal niet, nooit 100% werken. Je gaat altijd een scheef groei krijgen in die samenleving. Je gaat meer conflict creëren daardoor. Maar daarover ga ik praten, want dan is de vraag natuurlijk, hoe ga je dat oplossen? Hoe ga je dat probleem van dat regel voor iedereen geldt ongeacht oplossen in een samenleving, in een gemeenschap? Ik ga daarop weer terugkomen, uitgebreid. Maar ik wil het gewoon even hier ophouden vandaag. Dus ik verzoek jullie, deel het zoveel mogelijk. Deel het zoveel mogelijk. Ik ga ook in mijn tv-programma praten over deze topics. En denk erover na, babbel met andere mensen erover. Kijk even wat zij ervan vinden, Isabi. Het is heel erg belangrijk. Als je dus invloed wil hebben op de kwaliteit van je leven, dan moet jij weten. Wat voor effecten een regel allemaal teweeg kan brengen. En waaruit het is opgebouwd. En waar je allemaal op moet letten. Maar boom. Lieve mensen, have a great day. En ik zou zeggen, ciao.